Als kleine jongen op Texel was ik dol op fietsen en droomde ik ervan Jan Jansen te worden. Profwielrenner ben ik nooit geworden, maar ik hou nog steeds van fietsen. Zo fanatiek als Meindert Valentijn uit het West-Friese Blokker ben ik bij lange na niet. Meindert is helemaal gek van lichtfietsen. En je hebt momenten dat je gewoon gedragen wordt. Dan rij je over de 50 en denk je, ik word helemaal niet moe. Het gaat hartstikke makkelijk. Ja. En dat is go with the flow, dat zei ik vroeger al. Als je iets vaak doet, dan loop je vaker kans dat je in een moment komt dat je denkt, het gaat hartstikke makkelijk. En toch ga ik tyfus hard. Meindert heeft in de loop der jaren heel wat lichtfietsen versleten. Vaak bouwde hij ze zelf. Hoe oud is deze? 41 jaar. 41? Is het toen begonnen? Nou, voor mij zo'n beetje wel. Ja? Ik denk dat ik was toch ook wel een van de eerdere. Pioniers. Zeg maar. Pioniers, hè? Ja. Toen kon je nog geen lichtfietsen in de winkel kopen. Nee. Ja, ik was een pionier en je krijgt zelf alles tegen je aangehoord, ben je door je fiets in de zak. Luie fietsen, val je niet in slaap of heb je geen last van je nek. Ja, dat begon toen al eigenlijk. Of wil je opvallen, krijg je ook nog. Deze fiets is met twee mountainbike wielen en hier heb ik 274.000 kilometer mee gefietst in bijna 14 jaar. Dan krijgt Meindert het gezelschap van een collega lichtfietser. P. Komen is 82 en rijdt net als Meindert nu op een moderne velomobiel met drie wielen, oftewel de banaan. Het is het mooiste speelgoed wat ze ooit uitgevonden hebben. Is het zo? Ja. Waarom? Alles zit erop en eraan. Richtingaanwijzers, alle wielen afzonderlijk geveerd. Ja, en je gaat er knijterhard mee. Je kan er hard mee gaan, hangt van trappen af, zeg ik altijd. Ja. Op de lichtfiets heb je gewoon veel minder weerstand. Ja. Kijk, je hebt geen zadelpijn, dat vergeten mensen, geen zere billen. Nee. En als je snelheid maakt, dan hou je dat beter vast. Je rijdt heel vaak uit. Ja. Je hebt genoeg snelheid. Oh, ik rijd hier tot de kroeg en dan kan ik tot de bocht mijn benen stilhouden. U bent 82, hoe lang gaat u nog door? Ik heb theoretisch het idee dat ik 100 word. Ja, en dan in de lichtfiets kun je... De realiteit zal anders zijn. Ja, maar kun je er lang mee doorgaan dan? Zou je tot je 100 kunnen fietsen? Zolang je erin en uit kan stappen, dan moet er geen probleem zijn. Meindert en P. gaan een stukje fietsen richting het IJsselmeer. Op verzoek van Meindert zetten we een muziekje van Rammstein onder. Je moet enorm uitkijken, altijd en overal. Ja. Niet denken van, het kan wel even, maar dat is niet anders. Je rijdt met zo'n ding en het is vermakelijk. En dan komt er nog een derde lichtfietsliefhebber aanscheuren. Goeiedag. Dag heer van het goede leven. U kwam als een torpedo aan ook. Even aanrijden. Hoe hard ging u wel niet? Nee, nu denk ik 40. Oh, 40. Viel nog mee. Door andere weggebruikers wordt de lichtfiets bewonderd, maar ook wel eens vervloekt. Je ziet ze niet. En we kunnen zeggen van, ja, hij is niet te zien, hij is zo laag, wat we heel vaak horen. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo. Het is 3 meter lang, het is 1 meter hoog en 1 meter breed ongeveer. Door de groeggemeente word je een beetje vreemd bekeken. Je bent anders als anders. Uitgescholden. En veroordeeld. En je wordt veroordeeld. Ik heb een paar keer een bierblikkie naar me toe gegooid gekregen. Een vol bierblikkie. Ja. Dat ik zo mijn hand. Ik ging net de bocht om, dus ik kon niet meer achter een man. Nee. Van achter een scootertje en dan gooit hij zo'n blikkie naar je harses. Oh, ja, dat hou je altijd, dat soort dingen vanzelf. Hè? Ja. Snap je? Maar over het algemeen gaat het goed en beleven Meindert en zijn lichtfietsvrienden vooral veel plezier. En leggen ze vele kilometers per jaar af. Onderweg komen we langs het geboortehuis van Meindert in Oosterleek. Ja, hier ben ik geboren. Oh ja. Geen badkamer, wat alleen een tobbe. Ik sliep op zolder, was heel krap. Heb je hier ook leren fietsen? Ja, dat kon ik al gauw hoor. 3 jaar kon ik Drie fietsen. Jaar? Ja. Ik 4 jaar ging ik al naar school op de fiets. Hè. Oh ja? Ik ging daarvoor al met naar mijn opa en oma op de trapskelter, zeg maar. Oh, ja. En we stonden hier hoge bomen, daar klom ik erin. En dan zat mijn moeder me altijd eruit te lokken met een kadetje met witte bastardsuiker. We passeren een plek op de dijk waar Meindert enkele jaren geleden een ernstig ongeluk kreeg. Een auto kwam met hoge snelheid aanrijden. In 2004 was dat, met de bouwvak. Ja.
En hij sneed de bocht af in die flauwe bocht en toen heb hij mij geschept. Toen ben ik achterover door de lucht gevlogen. En toen lag ik bij het water en toen lag mijn been, die lag hier. Die was helemaal, ik had verbrijzeld bovenbeen. Oh jee. Mijn arm stuk en gelijk mijn been weer teruggegooid. Maar ja, het bungelde erbij. Ja. En dat been achter me aangesleept, een paar keer op mijn buik gedraaid. Maar dan stond mijn voet 180 graden om. En geroepen, met een lampje zitten seinen dat er een paar keer een auto langs kwam, maar niemand zag me. Uiteindelijk werd Meindert na bijna 8 uur gevonden en zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nooit gevonden, heb zich ook niet gemeld. Had je toen niet zoiets van, ik ga nooit meer met die lichtfiets op pad? En waarom dan? Nou ja. Ik had een vriend die ging de gordijnen ophangen en die viel van de vensterbank. Je had de dubbel bekkenfractuur, dus je hoeft niet veel te gebeuren, zei ik tegen hem. Nee, je moet niet stoppen met wat je doet. Ik zie dat niet een oplossing. Nee. Dan ga je je eigen verkneukelen omdat je een ongeluk hebt gehad. Wat kan hij praten, hè? Ja, af en toe is hij een beetje druk, maar ja, dat geeft niet. Hij kan zijn energie kan hij heel goed kwijt in de lichtfiets. Ja. Dat is wel mooi natuurlijk. Nu hebben we bij daglicht gefilmd, maar eigenlijk fietst Meindert het liefst 's nachts. Dan is het stil en vindt hij zijn rust. In het donker is het gewoon, je hebt de ruimte, weet je, de lichten gaan niet meer op rood. En je kan midden op de weg fietsen, je hoort alles aankomen. Overdag is het heel hectisch, hè? Ja. Heel veel verkeer. En je kan gewoon lekker doorgaan met je fiets. Dat is het mooie van het 's nachts fietsen. Ja. De rust.